weer een nieuwe video. Ik heb vandaag een vlog voor jullie. En ik ga vandaag iets heel leuks doen. Ik ga namelijk voor school op een beurs staan. En ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt. Maar ik ga me nu even klaarmaken. Ik heb make-up nog niet gedaan. Ik ben wel al aangekleed. Dus ik ga me even klaarmaken. En ik zal jullie daarna meer vertellen over wat ik vandaag ga doen. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk gaan vinden vandaag. Dus heel veel plezier met kijken. Nou, zoals je ziet ben ik klaar. En ik zal nog even mijn outfit laten zien. Ja, dan ga ik even eten. En ik ga vandaag met de bus naar school. En dan ga ik naar de bus toe lopen. Dan zie ik Carlijn daar. En ik zal onderweg even uitleggen wat ik ga doen. Want misschien weet Carlijn meer. Dus ja, ik zie jullie zo. Dus aan het lopen naar de bus en daar kom ik Carlijn tegen, dan gaan we samen naar school. Alleen, ja, dan moeten we dus helemaal naar Ahoy toe, Rotterdam. En dat is denk ik 3 kwartier rijden vanuit Leidschendam, Den Haag. En ja, ik hoop niet dat we in de file komen, want dan duurt het alleen nog maar langer. En ja, we gaan nu dus eerst naar school toe, dan gaan we daar allemaal spullen pakken die we nodig hebben voor de beurs. En dan brengt de conciërge ons naar Ahoy en dan worden we vanmiddag om 4 uur weer opgehaald. Maar ik weet nog steeds niet helemaal wat de bedoeling is. We staan daar met een stand van school en we moeten daar iets van een demonstratie gaan doen ofzo. Dus we hadden van de week op school allemaal frames gemaakt en ik denk dat we daar iets mee moeten doen. Maar ik ben benieuwd. Er zijn in ieder geval 1000 rozen beschikbaar gesteld. En daar mogen we mee werken. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ja, ik ga nu naar de bus. En dan ga ik maar naar school toe. Ja, achterin. Achterin de bus, olé, olé. Ah, ik zat klem. Hoi. Ik denk dat ik even ga slapen. Zo kan het. Ja. Even kijken of dat Danielle en Jolien er al zijn. Ik ben benieuwd. Zijn ze er al? Ja! Ja! Zijn er al? Oh, ze is haar masker vergeten. Oké, jongens, we gaan met de stichting op pad. Op pad met de stichting. Nee, jij hoort er niet bij. Eindelijk! Woe! En nu spullen uitladen en kijken of we terechtkomen. Hoi! Hey. En een heer. Hallo. Lodewijk. Kim. Hoi. Hi. Hoi. Daniela. Is het gelukt? Ja. Mooi. Nou, we zijn op de beurs en we hebben allemaal bloemen gekregen. En zoals je kon zien in het vorige beeld hadden we Lodewijk de tuinman al ontmoet. En er zijn allemaal steentjes met allemaal verschillende dingen wat met tuinen te maken heeft. En hier staan allemaal bloemen. Dus ja, dat belooft wat te worden.
Nou jongens, we zijn in Ahoy. We zijn op zoek naar een wc. Ja, waar? Oh, daar. Oh my god. Zien jullie wat ik zie? Oh my god. Kijk wat ze hier hebben. Kijk wat ze hier hebben. We zijn in Jerry's automaat. En kijk wat ze daar hebben. Allemaal snoep. Oh my god. Oké. Hey, stil eens even. Ik ben aan het vloggen. We hebben net alles klaargezet. En ja, ik film hier met mijn statief onder mijn camera. Maar het is even niet anders. We hebben net alles klaargezet. Godver. Gaat er weer zo'n ding aan. Maar we hebben net alles klaargezet. En we zijn nu even op de wc. En ja, het gaat straks om 10 uur beginnen. Ik heb geen idee hoe laat het nu is. Maar ik hoop dat het leuk wordt. En oh my god, we staan gewoon in een stand met Lodewijk de tuinman. Woe, Lodewijk de tuinman. Yay! Nooit wat Carlijn en ik nu gaan halen. Echt, het is hemel gewoon. Wacht. Oké, ik heb zoveel honger. Het zal super duur zijn op een beurs, maar dat maakt niet uit. Crepes met Nutella. Oh my god. Het moet. Carlijn, hebben we honger? Ja, crepes. Oh my god. Lekker. Oké, jongens, we hebben de crepe en oh my god, er zit Nutella in. Zo lekker. Ik ga hier nu zo van genieten. Oké, dit is echt serieus de lekkerste worteltaart die ik ooit heb gezien. Oh my god, deze. Wauw, nu heb ik honger. Saske van Vetgezellig, van het YouTube kanaal Vetgezellig, die loopt nu echt gewoon recht voor ons hier op die beurs. Maar ik durf niet zo goed naar naartoe te gaan, want ik vind het echt super ongemakkelijk. Maar ja, we lopen nu achter ze. Ik voel me echt een stalker. Maar ik durf er niet zo goed naartoe te gaan. En ja, ik word er echt helemaal zenuwachtig van, hè. Oh my god. Maar ja, ik durf niet zo goed. Ongemakkelijk. Nou, Carlijn heeft net een ballon gekregen en ze is er echt heel erg blij mee. Het staat je echt heel goed. Ja. Ja, ik denk toch wat Kim heeft gewonnen. Ja, dat weet ik wel zeker. Ze lijkt op zijn tegenavond. Ja, ik blijf in. Nou jongens, we staan weer buiten. Het was echt een super geslaagd evenement. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. We zijn helaas niet meer met Lodewijk de tuin op de foto geweest. Want het was echt super druk en hij moest een presentatie gaan houden.
Dus dat hebben we helaas niet meer gezien. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik ga hem bij deze alvast afsluiten. Doe je blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!